Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik ben vandaag op mijn gloednieuwe eiland die helemaal in het thema van de Pixar-film Wall-E gaat zijn. En ik heb hier al over verteld in mijn live. En ik heb ook een hele mooie outfit aangedaan die ik zelf heb gemaakt. Die lijkt op de outfit, nou ja, van de film. Ik zal even laten zien. Ik heb er meerdere gemaakt. Het is gewoon alleen een t-shirtje. En ik heb die in het rood en in het blauw gemaakt en een witte voor de Captain. Maar goed, dat terzijde. Ik ga vandaag voor het eerst een video maken dat ik mijn eiland ga bouwen. En ik wil graag hier bij dit huis een beetje een soort van tuin maken. En nou ja, ik heb nog niet alles helemaal in mijn hoofd van hoe het allemaal moet. En ik heb ook niet alle spullen ervoor. Maar ik wil ook hier voor Nook's Hoek alvast decoreren en dit huis decoreren. En hier komt een soort van waterzuiveringsfabriek. Weet ik veel wat het moet zijn. Maar hier heb ik al een beetje een beginnetje gemaakt. En ik ga dit ook nog verder decoreren. Maar zoals ik al zei, ik heb nog niet alle panelen en zo van die ik nodig heb voor echte gebouwen. Dus het wordt meer een beetje decoratie wat ik vandaag ga doen dan echt, nou ja, het vormgeven van de gebouwen. Ik wilde beginnen met nog de paden een beetje wat, nou ja, natuurlijker laten lijken. Ik heb drie verschillende patronen voor de stoep, zeg maar. En ja, ik gebruik als basis gewoon de volledige tegel. Maar ik heb ook nog wat andere dingetjes. Nou ja, ik weet niet of jullie de film goed kennen, Wall-E. Maar het gaat erover dat de wereld echt onbewoonbaar is. Namelijk omdat er te veel afval is. En nou ja, de planten willen niet meer groeien. En er is gewoon geen ruimte meer voor alle mensen tussen al het afval. Dus ik wil dit eiland, nou ja, zo vol mogelijk proppen met allerlei spullen. En de mensen die hier wonen hebben denk ik ook echt allemaal afval in hun tuin. Zoiets als die bovenlader, die wasmachine, zeg maar, die ik in de tuin heb gezet, vond ik wel heel typisch. Dat ze gewoon ook niet meer weten wat ze nou eigenlijk moeten doen met hun kapotte apparaten. Ze kunnen hem gewoon nergens meer kwijt. Maar er zijn ook nog gewoon winkels zoals ik hiernaast ga maken. Als ik nog wat meer van die vitrines heb. Waar ze dan nog nieuwe apparaten verkopen en allerlei dingen verkopen. Dus het is een beetje een soort van dystopische wereld waarin ja, nou, die helemaal kapot is gemaakt door het afval en die ook al een hele tijd niet bewoond wordt, want de mensen van de wereld, van de aarde, die zijn vertrokken, die zijn in een ruimteschip gaan zitten en de robots, waar Wally dus ook eentje van is, die ja, die moeten de aarde weer bewoonbaar maken door het op te ruimen en zo. Dat is een beetje het verhaal van de film. En ik ga dus overal een heleboel afval neerleggen en een heleboel troep maken. En alle, nou ja, alle wegen, zoals jullie zien, en alle stoeptegels en dat soort dingen zijn allemaal kapot. Allemaal versleten. Ja, omdat het dus al heel erg lang niet meer gebruikt is. Ik ga ook achterin mijn eiland echt een beetje een ruimteschip maken waar dus alle mensen zijn. En die hebben dus ook de outfits aan die ik nu ook aan heb. Dus vandaar. En ja, verder moet ik een beetje nog bekijken hoe ik alles vorm ga geven, waar alles komt te staan, wat er allemaal komt op dit eiland. Maar ja, ik heb in ieder geval ideeën en nu nog een beetje de uitwerking ervan. Natuurlijk wil ik ook Nook's Hoek uiteindelijk upgraden, dat het een grotere winkel is, een mooiere winkel is. Dat past een beetje beter bij het dystopische toekomstbeeld of zo. En ik wil ook een beetje hier echt een winkel van maken met mandjes en zo, winkelmandjes. Het is niet zo'n gigantische supermarkt als dat ik wil gaan maken. De By and Large, die nog aan de rechterkant van mijn eiland komt. Ja, wat dus de belangrijkste winkel is van de film, zeg maar. Ik vind het eerlijk gezegd heel erg leuk dat niet alles perfect hoeft te zijn. Dat ik eigenlijk gewoon een troep mag maken. En dat dat dan de bedoeling is. Dat het dan uiteindelijk juist mooi wordt omdat het zo'n troep is. Ik weet niet of dat logisch klinkt wat ik allemaal zeg. Maar ja, dat vind ik heel erg leuk. Dat is een beetje weer eens wat anders. Ik, ja, ben best wel perfectionistisch en ook heel erg chaotisch. En die combinatie is niet altijd even handig. Maar ja, op dit eiland maakt het dus eigenlijk niet zoveel uit. Ik kan gewoon doen wat ik wil.
En het wordt sowieso een rommeltje en lelijk. En dat is eigenlijk de bedoeling. En dat vind ik heel erg fijn. En het is natuurlijk weer heel erg iets anders dan mijn jungle island wat ik heb gemaakt. Want er is dus helemaal geen enkel plantje op dit eiland. Nu zijn er nog wel wat onkruidplantjes hier en daar. Maar uiteindelijk ga ik dus zorgen dat er nergens meer onkruid kan groeien. En dat ja, er één klein mini plantje ergens nog is op het eiland die dus zeg maar de hoop geeft voor de mensen dat de aarde weer bewoonbaar is, net zoals in de film. Dus ik ben van plan om zo'n loofboomzaailing ergens neer te leggen. En ik weet nog niet precies waar, maar als je op mijn eiland komt, dan kan je die uiteindelijk misschien vinden. Ik weet niet wat ik hier eigenlijk allemaal aan het maken ben. Het lijkt een beetje een soort van schuurtjes of zo. En ik vond die Dixies eigenlijk ook wel een grappige toevoeging hiervan. Want ja, ik vind bij afval ook wel Dixies horen, eerlijk gezegd. En verder zet ik gewoon wat neer. Ik heb heel veel van die nieuwe items gebruikt. Zoals die zakjes chips en zo. En nou ja, ik ben nog op zoek naar allerlei vuilniszakken. Want daar heb je afval voor nodig. En dat is best wel moeilijk om daar aan te komen. Dus dat moet ik nog even gaan verzamelen. En dan ja, ga ik ook nog overal van die vuilniszakken neerzetten. En misschien komt er nog echt nog veel meer troep bij. Maar dit is de basis. Dit is hoe ik het nu gemaakt heb. Dit is de buitenkant van de winkel. En ik heb dus twee tuintjes gemaakt. Of nou ja, ik weet niet of je het een tuin kan noemen als er geen planten zijn. Tegenwoordig kan dat wel met allemaal tegels en zo. En hier dit straatje wat dus leidt naar, nou, ik denk dat het een soort van waterzuiverings fabriek installatie ding is. Maar dit is hoe het is geworden. Even kijken, ik zal nog eventjes de andere kant op lopen. Naar de andere tuin die ik heb gemaakt. Of dat huis, einde van de straat. Dus dat is het. Persoonlijk vind ik het echt een heel erg goed begin van mijn eiland. Misschien kan ik deze klingelautomaat ook nog bij de winkel zetten. Dat lijkt me misschien ook wel een goed idee. Want dan heeft hij ook een plekje. En dan staat hij alvast op de plek waar ik hem wil houden. Misschien kan hij hier wel. En dat er dan achter nog een muur komt. Maar die moet ik dan nog even neerzetten hierachter. Oké, ik zet alvast een scheidingswand neer. Want dan heb ik een beetje meer een idee van ja, wat hier gaat komen. Zoals ik al zei, ik heb nog niet de rest van de dingen om die gebouwen af te maken. Dat ga ik nog allemaal doen. Maar ik ben heel erg tevreden over hoe het is geworden. Ja, het is gewoon een zootje. En ik vind het echt fantastisch. Ik heb dus ook een uitgebreid design gemaakt voor de straten. Wat nog niet helemaal af is. En ik heb meer gewoon een soort van schetsje nu eigenlijk opgezet. Die moet ik nog een beetje gaan uitwerken. Weet je wat, dat ga ik meteen ook doen. Want dan zien jullie ook een beetje hoe ik dat allemaal doe. Ik heb echt super veel stukken van de weg. En daar kan ik dus een weg van maken met allerlei gaten erin. En ik wil dus dat het zo versleten mogelijk eruit ziet. Zonder dat het onrealistisch is of zo. Dus ja, deze weg is super lang al niet meer gebruikt. Behalve dan door de robots die het aan het opruimen zijn hier. Dus nou ja, er is niet zo heel veel meer van het asfalt over. Dus dat is een beetje de bedoeling. En ik ga uiteindelijk ook al deze designs uploaden. Dat jullie hem zo ook kunnen downloaden. Ik weet niet wie er behoefte heeft aan zoveel verschillende stukjes weg. Maar goed. Misschien is er iemand ook zo gek om zoveel te besteden aan de weg. Ik hoop dat ik genoeg designplekken over ga hebben om ook nog echt die andere dingen te doen. Want ik moet dus ook nog een heel ruimteschip maken en daar dus ook designs voor gebruiken en zo. Maar dat zie ik dan wel weer. Mogelijk moet ik nog wat dingen toch nog gaan verwijderen. Maar ik hoop het niet, want ik ja, ben nu best wel tevreden met wat ik allemaal kan met de wegen. Nou ja, ik wil gewoon dat het een zootje is. En dat is eigenlijk gewoon een beetje de samenvatting van mijn hele eiland. Het moet allemaal gewoon een zootje worden. En ik heb al wel wat ideetjes. Ik wil ook een haven maken met die zeiljacht. Heet het zeiljacht? Volgens mij wel. Die items die ook nieuw zijn. Daar heb ik ook al een klein beetje een soort van schets beginnetje van gemaakt. En ik wil overal ook van die afvaldingen op de grond plaatsen. En zo ga ik het voor nu even laten.
Ik heb dus nog een heel stuk weg afgemaakt. En dit is hoe het er uiteindelijk uitziet. Ik ben er super tevreden over. En ik kan echt niet wachten om de rest van het eiland ook nog allemaal te gaan maken. En dit was het weer. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En dat jullie ook net zo enthousiast zijn als ik over mijn nieuwe eiland. Nou ja, goed. Ik heb zoveel ideeën. En ik kan echt niet wachten om het allemaal uit te werken. Like deze video als je het leuk vond en abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!